trotse Nederlander van Marokkaanse afkomst. En die zei onlangs tegen mij, die zei, nou verdorie, Diederik, nou heeft Geert Wilders mij 10 jaar lang geprobeerd te Marokkaniseren. He, weer een Marokkaan van mij te maken, terwijl ik een Nederlander ben. Met Marokkaanse wortels. En het is hem nooit gelukt. En verdomme nou, probeer denk het weer. En dat is de essentie van wat daar gebeurt in de politiek in Den Haag. En waar wij een tegenwicht aan moeten geven. Misschien nog wel een belangrijkere opdracht voor de Partij van de Arbeid dan al dat economische, toch al moeilijke werk wat we nog moeten verrichten, is dat andere werk. Het verhaal vertellen van verbinding. Van dat we bij elkaar horen, dat we één samenleving zijn en dat we ons in al onze verschillen niet uit elkaar laten spreken. Niet door DENK, niet door de PVV, niet door de VVD, want die zijn er inmiddels ook, hebben er inmiddels ook een handje van gekregen. Maar dat de Partij van de Arbeid de club is die de boel bij elkaar houdt. Mijn overheid heeft mij in de steek gelaten. Al de grote zieken zijn, ik weet niet hoeveel gekort, weet je hoeveel gekort zijn. Het valt eigenlijk reuze mee. Maar goed, ik ga daar nog wat over zeggen. Zometeen, als dat mag. Dankjewel. Ik denk dus, vanwege die ene samenleving, vanwege die opdracht, dat wij een grote partij moeten worden op 15 maart aanstaande. Dat is over 6 maanden. 5 nog maar. Kun je nagaan. Zo kort hebben we om die verkiezingsstrijd te winnen. Dan heb ik u allemaal nodig. U allemaal. En dan kunnen we met elkaar de hele tijd bekvechten over wat er net niet goed is gegaan in het verleden. Of wat er straks nog niet goed gaat. Dat kan. Dat mag. Maar dan worden we niet sterker.